Je kunt je afvragen of er niet een soort drempel moet gelden voordat Gedoetjes op de werkvloer in de media belanden. Regisseur trekt zich terug na incident met Paul de Leeuw in kinderziekenhuis kopt het AD groot. In deze tijd denk je bij zo'n headline al snel aan Matthijs van Nieuwkerkachtige taverelen, maar daar is hier geen sprake van. Paul had vorig jaar voor zijn programma niet klein te krijgen over tieners met kanker, opnames in het Prinses Maxima Centrum. Daar had hij een, hoogoplopend meningsverschil, met een regisseur. Ze voelde zich zo geïntimideerd dat ze op locatie niet meer verder wilde werken met de presentator en de klus in de montagekamer afmaakte, al dus het AD. bnn bevestigt het voorval in een statement. Paul de Leeuw en een van de regisseurs van het programma Niet Klein te Krijgen hadden tijdens een van de eerste draaidagen een verschil van inzicht over de werkwijze. Daarbij heeft Paul met stemverheffing zijn onvrede geuit richting de regisseur op een manier die niet passend is binnen een werksituatie. Schreeuwen op de werkvloer kan Anno 2024 natuurlijk echt niet meer en Paul is dan ook direct tot inkeer gekomen. Paul heeft hiervoor die dag zijn excuses gemaakt richting de regisseur. Van de producent hebben we vernomen dat tijdens de verdere draaiperiode dit soort incidenten niet meer zijn voorgekomen. De vraag is: moet Pauls uitglijder na zijn excuses dan direct de headlines van het AD halen? In hetzelfde artikel legt de krant de link met de enorme schandalen bij de publieke omroep. Het nieuws komt een week na het verschijnen van het rapport van de commissie van Rijn. Johan Derksen vindt het overdreven, zegt hij in vandaagensite. Regisseurs en regisseuses hebben nog wel eens de indruk dat ze Fellini zijn. Het is Paul de Leeuws en programma en er ontstond een meningsverschil over hoe iets moest gebeuren. Ik vind dat Paul de Leeuw het is zijn programma het laatste woord heeft, en niet een ingehuurde regisseuse. Collega Wilfred Gené vindt het wel een kwalijke zaak. Dat ben ik wel met je eens, maar dat kan toch ook op een normale manier. Johan vindt dat we het niet moeten overdrijven en dat tegenwoordig ieder wisselwasje tot groot nieuws wordt verheven. Tafelgast Albert Verlinde, hij heeft ook zijn excuses aangeboden. Het is wel een beetje lullig dat iemand nu naar de krant toestapt, naar het AD van ik heb ook een verhaal. Nu heeft iedereen een verhaal.